Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik kreeg veel de vraag van wanneer komt de video van de tips en zo naar Duitsland online. Nou, gisteren is de laatste website online gekomen van Duitsland. Dat was de Aldi Süd. En dus nu kan ik die video maken. Ik kreeg veel vragen van over Duitsland. Van ja, word je niet gepakt met het Duitse vuurwerk als je de grens overrijdt of wat dan ook. Dus zou ik gelijk de wereld uithelpen. In Duitsland ook tot 500 gram. Alleen, er staat geen Nederlandse beschrijving op. Dus daarom is het een beetje illegaal, maar waarschijnlijk dogen ze het. Want ja, ze kunnen beter bij België gaan staan. Om dat tegen te houden, nitraten en zo. Want ja, bovendien wordt het derde jaar dat wij naar Duitsland gaan. En we hebben geen één keer problemen gehad op de snelweg met politiecontrole of zo. Dus dat kunnen ze ook niet doen in 2-3 dagen. Om dan alleen maar politie erop te gaan zetten. Niet op die snelwegen. Dat kan gewoon niet. Dus als je wil gaan... De kans is echt zo dat je gepakt wordt. Nou, het knalvuurwerk in Duitsland kreeg ik ook super veel vraag naar. Van, ja, heb je nitraten daar en dit en dat? Nou, dat heb je niet. Het vuurwerk wat knalt in Duitsland is, vind ik, zachter dan in Nederland. Je kan dan beter voor het knalvuurwerk in Nederland gaan kijken. Want de knallers in Duitsland zijn heel zacht. Voor de knal moet je gaan naar België. Klaar. Welke vraag ik ook vaak kreeg was van, waarom ga je nu pas naar Duitsland? Ik bedoel, waarom ga je in de zomer? Nou, Duitsland verkoopt ook pas, net zoals in Nederland, de 29e, de 30e en de 31e december. En daarom ga je dus dan pas. Heel duidelijk. Ik bedoel van, ja, wat moeten we dan anders zoeken? Nou, je hebt dus een aantal sites. En je hebt dus de Lidl, de Aldi, de Norma, de Kaufland. Dat soort winkels zijn denk ik de toppers in Duitsland. En ik zal een beetje die site gaan beschrijven van wat hun hebben. Nou, dit is de Lidl. Dat vind ik denk ik de beste site, omdat hun een aantal grote cakes hebben voor een goede prijs. En de Aldi heeft het ook wel, maar wat minder. Bijvoorbeeld de Alligator is gewoon 4 euro. Kan je gewoon een video van zoeken. Ik zal trouwens alle linkjes of de sites die ik bespreek in de beschrijving zetten. Kunnen jullie zelf nog even kijken, rustig van wat jullie willen hebben als jullie gaan. Dit is de Alligator, 4 euro, 16 shots. En ja, voor die prijs ga je dat echt niet in Nederland krijgen. Het is gewoon leuk om bijvoorbeeld in je projectje te doen. Dat gaan wij ook zeker doen. Ik denk dat we een stuk of 8 van aanschaffen. Dat was de Alligator. De Elysium is nieuw. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Volgens mij zijn het een aantal tils. De Beastmaster, die hebben wij gehad vorig jaar. En die gaat dit jaar zeker weer komen. Het zijn 500 gram voor 13 euro. 18 shots. En ja, het is gewoon echt een degelijk ding. Een super mooie cake. Even een filmpje laten zien. Even kijken. Je hebt de Tiger & Dragon. Die is nieuw dit jaar. Vroeger was dat de Watcha van Weco. En ja, die is nieuw en die moet ik er echt bij hebben. Ik zweer het. Als die op is, dan ga ik echt huilen. 21 shots. 500 grams. Ja, dat is echt een mooie. Je hebt deze ook. De Lord of Whistle. Die is dit jaar ook nieuw, een geel cake. Nou, ik zou zeggen van, voor die prijs heb je hem ook in Nederland, dus ik vind hem niet de moeite waard. Casino Royale is ook nieuw. Zijn er volgens mij allemaal tils, in ieder geval een aantal. En daar hou ik niet meer zo van, ik heb alles al gehad, de Las Vegas en zo, alles al gehad. Night Howler is ook nieuw. Nou, ook van die geel dingen kan je ook halen, maar ik vind het best wel duur. De Black Ice zou ik echt halen, 47 shots en die is... Volgens mij vorige maand online gekomen op ons kanaal. Kan je nog even nachecken. Maar het is echt een mooie cake. Het is ook een 500 gram voor 17 euro. Nou, hier ergens heb je die rare effectjes waar heel veel vraag op kreeg. Nou, dit dus. Van wat is dat? Nou, dat is dus de Black Ice. Nou, hier heb je een aantal dingen nog ertussen met van die heel veel shots hebben als jullie bijvoorbeeld... Van die tils houden, dan kunnen jullie dat halen. Maar ja, ik hou meer van die burst cakes. En dan moet je eigenlijk zoeken naar de cakes die wat minder shots hebben. 86, 83, 72, 64. Ja, dat zijn allemaal van die tils. Fonteinen hier, 4 euro voor 2. Is ook lach om erbij te nemen. Laser is trouwens wel echt een mooie fontein. Ik ben geen fonteinenliefhebber. Maar dat is een fontein die 70 seconden brandt. 3 euro is en echt de moeite waard. Staat ook trouwens online op ons kanaal. En voor de rest heb je nog wat pakketjes en wat van die doorlamp dingen. Niet echt voorstander ben ik ervan. Je hebt hier nog Kubische. Dat is dus een voorbeeld van een knalvuurwerk bij Duitsland, bij de Lidl. En dat zijn dus van die best wel doffe knallen, maar gewoon
heel zacht, van die kleine knallen. Kan beter in Nederlands chauffeur halen. Wat ook nieuw is dit jaar bij de Lidl, zijn de single shots. Het zijn best wel duur, 3 euro voor 10. Dat is eigenlijk niet zo duur, nu ik het zie. Maar ja, als de week om Duitsland met een single shots komt, dan wil ik hem sowieso hebben. Dus daar gaan sowieso een aantal pakjes van komen. Ik ben heel benieuwd hoe ze knallen. Even kijken, ja, hier heb je nog een knalpakketje. Ja, het zijn gewoon pops zoals het staat. Ja, de Lidl heeft ook pijlen, maar daar ben ik niet zo'n voorstander van de pijlen van de Lidl. Die kan je beter bij de Aldi halen. Hier wat van fonteinen, hier ook. En dat was de Lidl wel zo'n beetje. Ik bedoel, van het plaatje waar wij heen gaan, daar zie je heel veel winkels bij elkaar zitten. Dus dat is heel makkelijk om daar naartoe te rijden. We gaan meestal een uurtje of 4 uur vertrekken en dan komen we rond een uurtje of 6:30 daar aan. En dan is er wel een rij, maar niet heel erg. En dan is alles er nog. Hoe het werkt daar bij de Lidl en de Aldi, zal ik nog even vertellen, is dat je bij binnenkomst van de winkel krijg je een bestellijst in je handen. Dat geldt trouwens alleen maar voor de winkels net over de grens. Je vinkt af wat je wilt. En je bent verplicht om een karretje mee te nemen. Je bestellijst doe je in je karretje. Je loopt door. Bij een eerste magazijnhok moet je je karretje inleveren met je bestellijst erop. Vervolgens wordt je nummer omgeroepen bij de andere magazijnhok. En daar komt je kar gevuld eruit. Zo werkt het een beetje. Als je wat verder de grens overrijdt, dan ligt het vuurwerk nog steeds in de schappen. Dan kan je het zo pakken. En dan heb je dus ook geen mensen die ruzie maken met elkaar en zo. En dat is waarschijnlijk de reden waarom ze dat hebben gedaan. Rond een uurtje of 6:30 zou ik er wel staan. Gewoon dat je gewoon lekker aan het begin al de staat. Want een uur daarna, 7:30, 8:00 en zo, is het echt behoorlijk druk. En moet je echt een tijd in de rij staan. Wel lach om te zien, maar als je gewoon snel je vuurwerk wil hebben en snel weer terug naar Nederland, ja, dan moet je gewoon veel vroeger gaan. Dan gaan we door naar de Aldi. De Aldi heeft, vind ik, mooie pijlen. Zoals de Sydney, zoals je hier ziet. En de Reno natuurlijk, daar gaan we zeker voor. Iedereen kent de Reno denk ik wel, want die video is volgens mij al 3 keer online gekomen op ons kanaal. Daar kopen we elk jaar er 6 of 12 van. Dat is een karton. En het kost 36 euro, dus 3 euro voor een 16 shotcake. Dat is echt belachelijk, die prijs. Ik snap nog steeds niet hoe die zo goedkoop kan zijn. Maar dan, ja, als je daar bent, dan moet je er zeker een aantal van kopen. En hier koop ik er waarschijnlijk weer 12 van. En dan kan die mooi in zo'n project bijvoorbeeld. Dat kan je gewoon gebruiken als nitraatcake. Het knalt gewoon goed. Nou, dit is een lichtkogel. 210, die zag ik gisteren. Dus ik dacht van, waarschijnlijk ga ik die wel erbij halen om mee te kloten. De Panama staat daar boven trouwens. En heel veel mensen die vinden hem mooi omdat die volgens mij 500 grams is. Maar het zijn veel tils. En daar hou ik niet zo van, dus die ga ik zeker niet nemen. Ik heb trouwens die cakes al allemaal gehad. Sevilla, Barcelona, Honolulu. Kaapstad staat allemaal online al op ons kanaal, dus je kunt jullie allemaal nog even kijken, maar ook op deze site. Even kijken, de Toronto, die wil ik dit jaar echt hebben. Vorig jaar was die uitverkocht op het moment dat ik er was. En dat vond ik echt kut, dus ik wil deze dit jaar er echt hebben. 16 shots voor 9 euro. Zal ik even laten zien. Het is gewoon een mooie cake. Gewoon mooi voor afwisseling. Het heeft geen grote burst, maar het is gewoon lachen om erbij te hebben. Toronto haal ik er denk ik een stuk of 2 van. En dan kom je volgens mij al bij de pijlenpakketjes. Ja, hier heb je natuurlijk de Bangkok. En weer zo'n geelpot. Die waarschijnlijk even duur is als in Nederland. De Excalibur. Die is volgens mij 2 weken geleden online gekomen op ons kanaal. Het is gewoon best wel een mooie cake, maar ik vind die prijs, daar kies ik bijvoorbeeld een Toronto voor en wat Renaultjes en Alligators. Voor die prijs ga ik liever naar Nederland. Maar het is wel een mooie cake. 36 shots, volgens mij allemaal burst knallen. Erg mooi. Even kijken, ja, de pijlenpakketten. Je hebt hier bijvoorbeeld het Berlin pakket, dan zie je staan 47 delen. Dan denk je, wow, 18,99 euro. Maar er zitten heel veel van die, ja, van die Duitse strijkertjes in en zo. Van die hele zachte knallen. En van die prutseltjes en dat wil ik er niet meer bij hebben. Dus dan kan je beter gaan voor de Sydney en de Rio. Ik zal de Rio even laten zien. Heel veel mensen zeggen dat de pijlen in Duitsland niet zoveel voorstellen. Nou, ik ben daar helemaal niet mee eens. De Duitse pijlen zijn goedkoop en je hebt natuurlijk wat kleiner effect. Maar ja, het zijn gewoon goede knallen die eraf komen en ze gaan lekker hoog. Geen weigeraars of zo. Ja, het zijn gewoon mooie pijlen. Vind ik de moeite waard.
Je hebt weer die knalbusje dingen. Ja, dit was het zo'n beetje van de Aldi en de Lidl. De Aldi en de Lidl beginnen dus ook pas de 29e met verkopen. Dus hetzelfde als in Nederland. De 28e, dus de avond voordat wij naar Duitsland gaan, komen wij nog online op Omegle. Dan kunnen jullie ons ontmoeten daar, zo vragen stellen. En waarschijnlijk in de video komen, want wij zullen daar een video van maken van Omegle. Dat is de 28e. Om 8 uur 's avonds kunnen jullie ons vinden op Omegle. Ik zal daar even nog een aankondigingsvideo van maken. Alleen, ja, dus kunnen jullie ons vinden. Als je niet in de video wil komen, dan kan je dat tijdens Omegle zeggen van hey, leuk dat we met elkaar gesproken hebben, maar ik wil deze video niet online hebben. Nou, prima, dan doe ik dat niet. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te reageren met waarom. Wat voor tips jij hebt of wat voor vuurwerk jij zou hebben of wat voor plaatje gaat, ben ik ook erg benieuwd naar. En ja, ik zie jullie dan weer bij de volgende video.